Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Ja, dat je gewoon slecht begint. Twee keer een snelle goal. Waar je te open staat, denk ik. Of waar het ergens niet goed staat, in ieder geval. En dan kom je terug op 2-2, dat is goed. Maar dan tweede helft valt het te snel, die 3-2. Werden jullie verrast door Groningen met die 2 tegendoelpunten? Of wist je dat je dit kon verwachten? Nee, wij wisten dit. Want zo creëren ze de laatste tijd de kans. Ze schieten die ballen lang en dan gaan ze voor de tweede bal spelen. Of we stuiten in één keer door. Ja, dan spelen ze gewoon slim. En ja, dus dat is gewoon zonde dat we dat zo snel klungelig tegenkomen. Nou, dan weet je het zelf om te keren, 2 doelpunten te maken. Wat voor gevoel sluit er dan in de ploeg? Van het vertrouwen van hier kunnen we wat weghalen? Ja, tuurlijk. Dan ga je de rust in en dan is 2-2 dus niks aan de hand uit bij Groningen. Dus dan kun je positief kijken en dan start je de tweede helft en dan op zich de eerste paar minuten nog niet echt aan de hand. En dan die 3-2 die valt dan klungelig, vind ik. Ja, dadelijk kun je niet echt meer een vuist maken, denk ik. Hebben jullie dan terecht verloren, vind je, of vind je dat te ver gaan? Nou, ik denk wel dat we terecht hebben verloren. Denk ik wel. Ook als je ziet hun kansen nog die ze missen. En de kans ten opzichte die wij daar tegenover hebben gesteld, was vooral uit standaard situaties, vond ik, of uit voorzetten. En dan is dat te weinig. Ja, verliespartij bij een directe concurrent. Het verschil is nu 8 punten. Kan 8 punten worden met Groningen. Zijn jullie nu afgehaakt in directe promotie met nog 7 wedstrijden te gaan? Ja, dat is 20 punten. Dat is 13. Dan moet Groningen er al 3 verliezen inderdaad van hun 8 wedstrijden. En wij nog alles winnen. Ja, het zou nog kunnen, dus we moeten geloof houden altijd. Maar het is wel een hele lastige opgave, zou ik zijn. Is het dan nu zaak om de boel te ritten, te zetten en een vorm te creëren richting die play-offs? Ja, maar dat proces ben je continu mee bezig om de punts op de i te zetten en om details daarin te brengen. En de rode lijn daarin te verbeteren als team. Want anders kun je net zo goed het seizoen gelijk afsluiten. Daar zijn we continu mee bezig en dat doen we goed, vind ik. En, nu is het zaak om dan het open spel wat meer te creëren, maar daar zijn we wel volop mee bezig. Als je kijkt naar jouw wedstrijd individueel gezien, 2 doelpunten, ben je tevreden mee? Je zei laatst dat je een beetje miste, de kansen. Hoe kijk je die nu? Je krijgt 2 voorzetten, hebben jullie dat geoefend? Hoe moet ik dat zien? Nou, Jeff en Alex geven altijd wel voorzetten inderdaad. En met de corner nu van Alex was een goede voorzet. Maar corner, daar moet je altijd ook wat geluk mee hebben dat je blokt en dat die bal dan daar ook komt en dat iemand loopt. Maar de laatste weken scoren we wel veel uit spelervatten. Dus dat is heel belangrijk bij ons in ons spelconcept. En bij Jeff weet je dat hij voorzetten geeft. Ja, dat is toch wel altijd wel een beetje geluk, want als je gewoon goed gedekt wordt daar en iemand staat in je rug te duwen, dan is het gewoon ook lastig koppen. Dus dat zijn niet echt kansen. En verder vond ik gewoon tegen Jong Ajax viel het goed in en dan krijg je geen kans. Maar dan heb ik wel een heel bevredigend gevoel, zeg maar, van hoe we daar spelen het laatste deel van de wedstrijd en je kans creëert en je bal vast bent. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus die doelpunten tellen niet alleen maar. Nu rond de 60ste minuut ging je er vanaf. Was dat gepland of had je ergens last van? Nee, in de rust was het al. Voelde ik al de spieren wel een beetje, dus gaf ik aan. En toen de tweede helft moest ik nog een paar keer terug. En toen was op een gegeven moment wel het pijpje leeg als eerlijk. Is het dan ook lekker dat er nu een interlandperiode aan zit te komen? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Dus je wil eigenlijk zo snel mogelijk weer een wedstrijd spelen om dat winnende gevoel te pakken. Maar aan de andere kant zijn we met het proces bezig en daar moeten we gewoon in doorgaan. Dus daar kunnen we dan volgende week bij de oefenwedstrijd weer op verder.